Hey, mijn naam is Gilbert en zoals velen van jullie weten is Windows 11 net gelanceerd. En er zijn een hoop dingen veranderd en in deze video ga ik jullie laten zien wat die veranderingen zijn. Ready? Let's go! Vroeger speelde ik best veel buiten, maar als het dan regende vond ik dat echt niet erg. Want dan mocht ik eindelijk op de pc van mijn vader spelen. Dus speelde ik spelletjes zoals FIFA 98, Red Alert, Jazz Jack Rabbit. Dat speelde ik dan op Windows 98 en inmiddels zijn we al bij Windows 11 terechtgekomen. In de jaren zijn er ook heel veel veranderingen geweest en zijn er heel veel vooruitgangen geboekt. Zodra we Windows 11 openen zien we gelijk deze grote blauwe bloem. En Microsoft wil graag dat deze symbool staat voor de vooruitgang waar ik het net over heb gehad. Ik vind het een goed idee, maar ik denk toch niet dat deze net zo populair wordt als de meest bekeken foto ter wereld, namelijk die iconische achtergrond van Windows XP. Wat ook meteen opvalt is de taakbalk. Deze is namelijk naar het midden verplaatst en Microsoft denkt hiermee dat je wat gefocuster en gecentreerder te werk kunt gaan. Ondanks dat we al jarenlang gewend zijn dat de taakbalk links onderin staat. Het is dus ook wel echt een hele grote verandering. Maar de afgelopen dagen heb ik met Windows 11 mogen spelen en het voelde allemaal best natuurlijk. Ik was er best wel snel gewend aan geraakt. Ben jij nou zo iemand die er echt niet aan kan wennen of krijg je spontaan last van je OCD, dan heb je altijd nog de optie om de taakbalk weer links onderin te plaatsen. Niet alleen de locatie, maar ook het startmenu zelf is gewijzigd. Weg zijn bijvoorbeeld die grote tegels. Bovenin vind je nu gepinde programma's, daar kan je trouwens zelf je programma's aan vastpinnen, en onderin vind je voorgestelde bestanden. Als je een bestand bijvoorbeeld heel vaak hebt geopend, gaat Windows ervan uit dat je deze ook vaker en sneller wilt terugvinden. Bijvoorbeeld tijdens het maken van deze video kon ik heel snel mijn script terugvinden. En dat werkt eigenlijk best heel chill. Alle andere programma's, die vind je nog terug onder een lijstje met alle programma's. Als we even rechtsonderin kijken, dan zien we zoals gewoonlijk de datum en de tijd terug. Maar als je daar dan op klikt, dan kom je bij de snelle instellingen terecht. En dan zie je de meest gebruikte aanpassingen, zoals bijvoorbeeld het geluidsniveau, de helderheid en de wifi-instellingen. Ook vind je hier het niveau van je batterij terug. Maar mis je nou iets, dan kan je dit menu ook altijd nog helemaal aanpassen. We gaan dan even naar de linkerkant van het scherm. Want als we van links naar rechts swipen, dan laat Windows een aantal widgets zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het laatste nieuws, het weerbericht en dat soort dingetjes. Een ander dingetje wat ik ook heel fijn vind werken, is het rangschikken van verschillende vensters. Als je net zoals ik veel aan het multitasken bent, dan kun je heel snel en heel gemakkelijk verschillende vensters onder elkaar of naast elkaar neerzetten. Als je boven dit icoontje zweeft, dan zie je de verschillende opties, afhankelijk van het grootte van je beeldscherm. Zo kan ik links mijn script schrijven en rechts mijn favoriete filmpjes bekijken. Dit kan ook nog steeds door de Windows-toets en een pijltje links en een pijltje rechts in te drukken, maar dit werkt gewoon even net allemaal wat overzichtelijker. Dit is echt wel een hele fijne functie. Wat Microsoft ook heeft aangekondigd is het installeren van Android-apps. Dat betekent dat ik mijn favoriete apps kan installeren in Windows 11 zonder een emulator. In dit voorbeeld van Microsoft zelf zien we bijvoorbeeld dat TikTok aan de zijkant draait, terwijl we aan de andere kant gewoon lekker verder kunnen werken. Ik hoop dat ik later dus ook gewoon mijn favoriete spelletjes kan spelen en misschien wel mijn lampen kan bedienen. Het is nog niet precies duidelijk wanneer, maar ik hoop dat we niet al te lang hoeven te wachten op deze update. Uiteraard heeft Windows 11 over het geheel een frisse look gekregen en ik kan wel zeggen dat ik fan ben. Het glazige design met afgeronde hoeken vind ik heel mooi, omdat het er gewoon rustig en modern uitziet. En ook de pictogrammen zijn in deze veranderingen meegenomen. Ook Windows 11 denkt nu weer aan de gamers. Zo heeft Windows nu Auto HDR. Indien je een geschikte monitor hebt, schakelt Windows automatisch HDR in, oftewel High Dynamic Range. Hierdoor zijn oudere spellen, wel met minimaal DirectX 11, veel mooier, omdat ze gewoon veel meer kleur en veel meer contrast hebben. Ook komt Windows met iets nieuws wat Direct Storage heet. Simpel gezegd, je games worden sneller opgestart. Games die opgeslagen zijn op je SSD worden direct doorgestuurd naar je grafische kaart. Hiervoor heb je wel een snellere NVMe SSD en een GPU met minimaal DirectX 12 nodig. De data van je games hoeft dus niet eerst langs de CPU, maar gaat direct naar de GPU en hierdoor worden je games gewoon veel sneller geladen. Windows 11 is gratis voor iedereen die Windows 10 heeft, maar niet iedere PC of laptop kan Windows 11 draaien. Met de PC Health Check app kun jij controleren of jouw PC of laptop voldoet aan de minimale specificaties. Dit is gratis software van Microsoft en een linkje hiervan vind je onderin in de beschrijving. Ik ben heel erg blij met de veranderingen in Windows 11. Ik vind het er gewoon heel mooi uitzien, ik ben gewend geraakt aan de gecentreerde taakbalk en ik kan niet wachten totdat Android-apps eindelijk geïnstalleerd kunnen worden. Heb jij nou nog vragen? Stel ze onderin in de comments en dan kom ik er zo snel mogelijk bij je op terug. Voor nu, bedankt!
En doei doei!